De Waadzee is ons meest dynamische natuurgebied. Geulen komen en gingen, hetzelfde hield ik voor zonbanken. Maar er gebeuren ook hele spannende zaken op de waadeilanden, lijkt hier op Schiermonnikoog. Op de eerste punt komt een geul heel tieten dichter het eiland in. Waardoor Waadzee en Noordzee heel tieten dichter bij elkaar komen. Dat zou het al leren kennen dat Schiermonnikoog aasten in twaalf leidt. Maar wis is dat net. Wien en wetter haal je vrij spul. En dit is die geul die het heel tieten verder het eiland infret. De eilander Ballig. Op het smelste stik zit er nog maar 650 meter tussen Noordzee en Waadzee. Zo zocht ik deze geologie-zaakkundige. Hij schuift langzamerhand nog steeds verder naar de Noordzee op. Dus hij graaft zich langzamerhand onder de oostpunt van Schiermonnikoog door. En ja, hoe lang dat het duurt, dat is de vraag. Duurt nog wel eventjes hoor. Dat kan best wel een tiental jaren duren voordat het echt helemaal doorgebroken is. Maar aan de andere kant, het kan ook maar zo een flinke storm zijn. Dat er een flinke wash over, een overstroming over het eiland komt en dat het er een keer wel doorbreekt. Dan is dit het meest logische plek, want deze geul wordt heel tiet een jipper. Dit is de plek waar misschien het eiland gaat doorbreken. En Stichting Verdronken Geschiedenis doet onderzoek naar de ontwikkeling van de Waddeneilanden. Zowel historisch vooral, op basis van zeekaart, op basis van verhalen. En dat geeft ons inzicht van hoe die kustdynamiek is. Dus hoe het hier misschien in de toekomst straks zal zijn. En als er een apart eiland om de eerste kant van Schiermonnikoog ontstiert, dan zal dat Grif een soort discussie opsmieten. Ja, dat weet ik wel zeker. Want de afgelopen 20 jaar is Schiermonnikoog wel 5 kilometer Groningen ingetrokken. Er moest de provinciale grens voor worden gecorrigeerd. Het kan zomaar zijn dat door deze doorbraak Groningen in één keer al dat grond weer terugkrijgt.